We zijn hier in Lab 21.0, onze Future Classroom. In zo'n Future Classroom kunnen we de wereld eigenlijk naar binnen trekken, kunnen we heel wat nieuwe technologieën gebruiken, maar daarnaast is het zo opgesteld waardoor er heel wat verschillende werkvormen mogelijk zijn. Ik begin vaak de les aan de touchscreen, waar ik op een klassikale manier eigenlijk de opdracht kan uitleggen. Chacun prépare donc une ville, donc chaque groupe prépare une ville. Et donc à la fin, on doit arriver à la création d'un film de promotion où toutes ces villes sont représentées. Ouais? Onze Future Classroom is opgedeeld in verschillende leerzones, telkens met een ander doel. Het voordeel daarvan is dat we op die manier kunnen werken aan een aantal vaardigheden die onze leerlingen zullen nodig hebben naar de toekomst toe. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het leren samenwerken, het leren communiceren met elkaar, creatief nadenken, maar ook kritisch nadenken. Parce que ça c'est du dans un site touristique. Wel, die virtual reality bril is een van die technologieën die de wereld gewoon veel dichterbij brengt en visueler en echter maakt. Dus dat maakt het gewoon eigenlijk gewoon leuker. Wel, als het leuker is, dan gaan ze ook gewoon meer met je vak bezig zijn. Après un shopping très fatigant, il est temps de bavarder auprès d'une petite tasse de café ou une petite tasse de thé. Eigenlijk in die Future Classroom leer ik ook heel veel bij van mijn leerlingen. Ik weet dat er heel wat mensen een drempel voelen om daaraan te beginnen, omdat we zelf daar niet in opgeleid zijn en om al die technieken te gebruiken. En dan zou ik gewoon zeggen van, eigenlijk moet je gewoon springen. C'est un bon exercice, parce que de toute façon, vers la fin de l'année, enfin la fin d'année, deuxième trimestre en fait, on va refaire ce genre de choses, mais alors plus élaboré. Donc c'est un bon exercice. Ok. Je vous remercie. Il est midi, donc je vous souhaite aussi bon appétit. Au revoir.